Dames en heren, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video hier op Ties Games. Doe alvast dat duimpje omhoog, dan maak jij mij heel blij. En ik weet niet wat wij nu gaan zingen, maar doe je niet meer mee. Wat? Ik zeg allemaal rare dingen. Mensen, dat was een beetje een half geremixe versie van de Kabouterdam, speciaal voor jullie. Dus, mensen, holy shit, waarom is hier de derde aflevering? De derde aflevering is omdat jullie zoveel duimpjes omhoog op de tweede aflevering hebben gedaan. 500 plus maar liefst, en ik wil jullie daar zo erg voor bedanken. Dat is echt niet normaal sick. Dus doe gewoon lekker weer dat duimpje omhoog vandaag. En ja, dan komen er nog heel veel andere Minecraft Survival episodes morgen. Of ja, morgen in de volgende aflevering is Gio erbij. Want Gio die komt straks, over een uur, dan is hij hier. Dus ik ga hem zo meteen na deze opname ophalen. Dus ik dacht, ik kan nu alvast eventjes wat opnemen. En dan heb ik in ieder geval een, ik weet niet wanneer deze online komt, maar dat maakt verder ook niet uit. Maar de volgende aflevering is dus met Gio, waarschijnlijk. Weet ik nog niet zeker, maar dat wordt dus heel leuk. En ga ik lekker met Gio praten en dat soort dingen. Mensen, bedankt voor alle likes. En nu gaan we lekker verder met de aflevering. Oké, ik heb hier dus wat seeds. En Ties, waarom heb je seeds? Ja, ik wou dus eigenlijk een beetje een begin maken aan de farm. En ik was buiten de opnames gewoon een beetje aan het denken van wat kan ik hier? En ik had zoveel idee, kijk. Jullie zien daar een beetje die uitstulping. Daar kunnen we een vuurtoren bouwen, maar we kunnen ook bijvoorbeeld hier, daarboven op die berg, stond een stier. Ik weet niet meer, maar what the fuck is dat? Oh, ik dacht dat iemand, sorry, ik dacht dat dat zo'n paal met een naam erboven was, maar dat bleek uiteindelijk gewoon een boom te zijn. Dus ik was al een beetje raar aan het kijken, maar daar kunnen we torens bouwen, daar. En ja, gewoon torens die tot oneindigheid in Minecraft gaan. Ja, je kan niet oneindig gaan, maar jullie snappen wat ik bedoel. En daar heb ik dus heel veel zin in. Maar dat kunnen we nu niet doen, want we hebben nog niet genoeg food en resources daarvoor. Maar toen ik hier dus net die aflevering wou beginnen, zag ik hier beneden beesten. Ja, oké, beesten, hartstikke mooi. Dus we gaan die nou helaas afslachten. Oh, trouwens, hier is het kapotte water. Nou ja, dat water dat blijft mooi kapot. Daar gaan we niks aan doen. Hey, schapie, kom hier. Oh, rommet. Oh ja, dat is waar ook. Oh, je krijgt nou vlees van schapen. Oh ja, dat is chill. Dat is chill. Dat wist ik niet meer. Oh, ik wist niet meer dat je daar rommetten van kreeg. Ja, ik deed het alleen voor het wol voor het bed. Maar ja, dus schijnbaar heb je dus ook gewoon dit. Oh, yes. Handig. Nice. Nice. Episch. Oké, we hebben dus raw mutton, mensen. Dit is de eerste keer dat ik in Survival raw mutton krijg. Maar ik heb weer een paar onderwerpen voor jullie. Ja, ik heb hier dus een beetje een lijstje. En één daarvan is Zwarte Piet. Ik probeer ondertussen een beetje omhoog te komen. Maar ja, het is nou weer bijna Sinterklaas, zoals jullie weten. En Zwarte Piet komt weer naar het land. En ja, er is een hele commotie over. Ja, jullie weten wel vroeger dat er vroeger slavenhandel was en dat soort dingen. En dat waren negers. Dat was door de Nederlanders deels, grotendeels gedaan. Ja, mocht je die geschiedenislessen, mocht je dan geslapen hebben. Ik bedoel, ik kan me best voorstellen. Maar ja, dus er was vroeger slavernij en dat soort dingen. Alleen Zwarte Piet is een knecht van Sinterklaas. En er gaan heel veel van die, ja, in ieder geval getinte mensen in Nederland, gaan dan denken dat het, wacht, ik ga dit even in het furnace duwen. Gaan dan denken dat het racistisch is. Maar dat is helemaal niet racistisch bedoeld, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar, ja, daar is dus heel veel commotie over. En wat zullen we van iron maken? Ik denk dat we nu gewoon beginnen met standaard tools. Is wel zo handig dat we gewoon een beetje de standaard tools van Minecraft nu ook gelijk van iron hebben. Is wel zo handig. Hatsenflats. Maar ja, wat vinden jullie van dat hele Zwarte Piet gedoe? Vinden jullie dat Zwarte Piet echt daadwerkelijk ook anders moet worden? Want volgens mij, ik ga trouwens even hout hakken denk ik. Maar volgens mij, in Amsterdam wordt de parade nu met regenboogpieten gehouden. Het kan zijn dat ik het grandioos fout heb. Maar ja, is dat zo? Ik weet niet. Maar het lijkt me zo raar. Ik bedoel, Zwarte Piet is een traditie die gewoon al eeuwenlang in Nederland is. Dat is gewoon zo. En ja, het is nooit bedoeld volgens mij om Zwarte Piet als een slaaf uit te beelden volgens mij. Dus ja, ik vind het gewoon een beetje raar. Alleen ja, dat zegt dus dan wel weer dat Nederland gewoon een beetje racistisch is. Maar ja, ik heb verder niks tegen racisten of zo. Ik bedoel, het gaat erom in welke vorm racisten zijn. Maar ze kunnen ook gewoon een beetje overdrijven, weet je wel. Ik bedoel, dat ze daar nou echt problemen mee maken. Het is gewoon een kinderfeest. En een kinderfeest moet je gewoon houden zoals het is. En hoe moet je al die kinderen dat gaan uitleggen? Al die miljoenen kinderen in Nederland van, ja, Zwarte Piet is ineens een andere kleur. De schoorsteen is ineens paars van binnen. Nee, hoe moet je dat die kinderen gaan uitleggen? Dat gaat toch helemaal niet? Ja, ik snap het gewoon niet. Dat daar gewoon zo'n commotie over is. En dat de politiek daar ook daadwerkelijk naar luistert. Naar al die, het zijn niet zo heel veel mensen die echt vinden dat Zwarte Piet gewoon een andere kleur moet krijgen. Of zelfs helemaal weg moet gaan. Maar
ja, ik vind gewoon dat Zwarte Piet gewoon zwart moet blijven. Ik bedoel, ja, het is gewoon een kinderfeest. Maar we hebben hier dus net een mooie boom weggehaald. En we hebben er nou dus weer pittig wat hout. En ik wou gewoon een beetje gaan kijken. Wat kunnen we hier nou in deze berg bouwen? Ik zat te denken aan hier zo'n groot balkon tussen die platformen. Dat lijkt me ook wel heel vet. Alleen, ja, dat ik daar nu al over zit te bekijken wat we daarmee doen. Dat is misschien een beetje dom. Oh, raw mutton. Hoeveel hield dit? Oké. Eet. Het hield 3. Oké, dat is nice. Dat is nice. Zeer nou. Oké, deze laten we over totdat we weer 3 van die dingen hebben. Maar wat ik dus wil zeggen is... Ja, ik vind gewoon dat Zwarte Piet gewoon lekker zwart moet blijven. Ik bedoel... Ja, mensen. Ik bedoel, waar maken we in godsnaam een probleem van? Ik bedoel, het is een kinderfeest. En al die volwassenen die zich ermee gaan bemoeien. Als het kind er een probleem van maakt, dan mag de volwassene zich er pas mee bemoeien, vind ik. Maar de kinderen, dat boeit dat helemaal niet, joh. Dus ik snap het gewoon niet. Maar goed... dat over Zwarte Piet. En ja, ik heb hier nog een onderwerp. Alleen, ik ben nou dus bezig minen. Want ik heb eigenlijk nog net wat meer iron nodig. Ik wil gewoon de eerste aflevering gewoon lekker wat resources hebben. En dan heb ik gewoon wat onderwerpen voor jullie. En we zien hier een cave, mensen. We hebben een cave gevonden. Maar oh, kijk. Ja, dit is goed. Dit had ik nodig. Maar ja, dat dus over Zwarte Piet. En dan heb ik nog een volgend onderwerp voor jullie. Internetvrienden. Dus Gio die komt zo meteen. En Gio is gewoon mijn beste vriend. Ja, zo is dat gewoon. Alleen Gio is een internetvriend. En internetvrienden. Er zijn vrienden die gewoon 1 tot 4 keer in het jaar ziet ofzo. En ja, dit is dus een van die keren dat ik Gio zie. Ik zie hem meestal 2 keer bij een 24 uur livestream. Laatst was een 24 uur livestream. En met kerst was een 24 uur livestream. En oh, zombie. Zombie! Oké. Take this! Alsjeblieft, jongen, alsjeblieft. Maar even kijken, waar was ik nou? Ik ben het helemaal kwijt. Even denken. Ja, Gio is dus een internetvriend van mij. Alleen internetvrienden zijn denk ik toch wel de beste vrienden die je hebt. Oh, puur omdat je ze zo weinig ziet, denk ik dat het juist is dat je ze dat het betere vrienden zijn. Ik bedoel, schoolvrienden die zie je elke dag, dan is het niet speciaal als je ze ziet. En ik denk dat dat de clue is dat internetvrienden, ja, zeg maar, een beetje meer betere vrienden met je zijn. Alleen, dat zal heus niet het enige zijn. Oh, shit. Oh, 360 no scope, all the way. Ja, wat wou ik nou zeggen? Veel monsters trouwens hier, dat had ik niet verwacht. Maar wat wou ik nou zeggen? Laat me even denken. Oh, trouwens, deze Iron Pickaxe hakt er doorheen alsof het boter is. Het is ook gewoon zo dat internetvrienden meer met jou gemeen hebben. Ik bedoel, ik en Gio hebben beide een YouTube-kanaal, doen beide hetzelfde. Houden van Minecraft, houden van gamen en dat soort dingen. En ja, dat je deze dingen gemeen hebt, dat is toch wel iets. Ik bedoel, vrienden op school hebben dat niet, de meeste. De meeste hebben geen YouTube-kanaal op school. Ik ga even jeuken aan mijn voet, want ik had een beetje jeuk. Maar dat is denk ik de clue waarom internetvrienden betere vrienden zijn. Ik bedoel, bij mij in ieder geval. Het kan best zijn... Oh, shit! Holy shit, dat is de eerste creeper die we in deze serie zien, mensen. De eerste creeper! Nou, jongens, het is hier best wel druk. Take this. Oké, we krijgen in ieder geval wel lekker veel XP hiervoor. Oh my god, ik denk serieus dat hier een skeleton spawner is. Oh, blijkt niet zo te zijn, maar ik dacht dat serieus even. Even kijken, zou ik daar nou weer iemand? Ja. Hebben we geen toortjes meer? Oké, we gaan omhoog. We hebben geen toortjes meer met ze. De toortjes zijn op en ik ga nu eten, want we gaan heel snel dood nu. Maar ja, internetvrienden zijn... In ieder geval Gio is dus mijn beste vriend en er zijn er nog heel veel andere internetvrienden die ik heb. Die gewoon een stukje beter zijn dan mijn schoolvrienden. No offense naar mijn schoolvrienden als ze dit kijken. Maar ja, ik vind de internetvrienden toch gewoon een stuk leuker. En die hebben een stuk meer met jou gemeen. En die zijn ook lekker raar en doen ook wat ze zelf willen. En die zijn niet zo normaal, weet je. Schoolvrienden zijn meestal zo normaal. En ja, daar kan ik me soms best wel aan irriteren dat ze je dan gelijk raar vinden. Maar raar is niet altijd kut. Ik bedoel, waarom zou raar kut moeten zijn? Trouwens, als jullie nou weinig zien, sorry ervoor, maar ik zie ook in een fluit. Maar ik weet wel dat hier iron zit, dus dat is mooi. Maar, oh, ik ben alweer lekker 10 minuutjes aan het praten. Nou, daar hou ik toch van. Dat dus over internetvrienden. En ik denk dat, wacht, kan je met deze blok iets speciaals? Ja! Oh! Polished! What? Kijk hoe vet het eruit ziet, jongens! Oh my god, fucking vet! Oh, dat kan dus met al deze blokken, denk ik. Oh my god, hier gaan we sowieso gebruik van maken van deze dingen, joh. Oh my god, dit is zo vet. Oké, ik denk dat we daarheen moeten. Ja, we moeten daarheen, volgens mij. Laten we eerst even gauw deze kool weghalen. Maar ja, internetvrienden vind ik dus de beste vrienden die je kan hebben. En ik denk dat veel mensen die ook gewoon veel skypen met mensen die je eigenlijk nog bijna nooit gezien hebt. Dat gewoon je betere vrienden zijn. Die hebben gewoon meer met jou gemeen. Verder heb ik nog een laatste onderwerp. En dat is, ja, hier staat gewoon heel
op Schipperig Tees Game succes. Alleen, ja, de laatste dagen is het gewoon echt insane hoeveel likes, hoeveel weergaven gewoon er zijn. Ik bedoel, ik heb gisteren de 25.000 abonnees behaald. Waarvoor bedankt. Jullie zien dit waarschijnlijk niet op de dag dat ik dit opneem. Waarschijnlijk pas 2 dagen later of zo. Hopelijk vinden jullie dat niet erg verder. Ik hoor je wel. Maar ik zie je niet. Ik hoor je wel, maar ik zie je niet. Oh, dat is ook wel weer toevallig van dat ik dat liedje daarmee meng. Want dat is een Zwarte Piet liedje. Maar goed, dat wou ik dus zeggen over internetvrienden. En verder nu Teesgame succes. Er is een site die heet Social Blade. En Social Blade is een site waarbij je gewoon de weergave van andere kanalen in je eigen kanaal kan bijhouden. En dan kan je ook heel leuk in een grafiekje zien hoe het gaat met je kanaal in een, ja, in een substijging of een daling of dat soort dingen. En bij Teesgames gaat het de laatste dagen echt zo goed, mensen. Het is echt insane. Ik kan het nooit durven dromen. Het gaat beter als ooit. Ik heb nou al, ik weet niet, al een week achter elkaar of zo, elke dag minimaal 11.000 views. 11.000, dat had ik vroeger nooit. Minimaal de helft, of maximaal de helft had ik vroeger elke dag. Ja, vroeger. Gewoon een maand geleden had ik dat vroeger elke dag. Dat noem ik gewoon vroeger, aangezien het zo sterk veranderd is. En daar ben ik jullie echt zo dankbaar voor, mensen. Dat is insane, niet normaal. Dus daar wil ik jullie echt even voor bedanken. Dus dat wou ik gewoon meer zeggen. Dat was gewoon meer een bedankje van het Teesgame succes dan meer, oh, look at me going. Oh, het gaat zo goed met mijn kanaal. Nee, dat wil ik totaal niet zeggen, maar ik bedoel, ik zal ook niet veranderen als mijn kanaal groter wordt. Ik bedoel, ik zal niet egoïstischer worden. Hoop ik in ieder geval. En ik denk dat ik juist minder egoïstisch word. Vroeger was ik best wel egoïstisch. Dat gaat voor sommige mensen ook best wel aan. Alleen, nu heb ik dat veel minder en daar ben ik wel blij mee. Laten we hier iets achter? Nee, wij laten hier niks achter. Kijk hoeveel van dit steen hier ook is. Maar, ja, ik wil jullie daar nogmaals heel erg voor bedanken. En dat vind ik echt super tof. Dat jullie Teesgame zo, gewoon zo erg supporten. Daar ben ik jullie echt heel dankbaar voor. En ik hoop dat jullie dat ook merken in mijn video's. Dat ik veel gemotiveerder ben, om het zo maar te zeggen, nu om video's te maken. Nu moeten we alleen nog daarboven waren we net, de weg terugvinden. Hier zijn we ook al naartoe gegaan. Daar is een skeleton. Volgens mij, ja. We zijn verdwaald, hè. We zijn verdwaald, halleluja. Ja, we zijn niet verdwaald. Ik bedoel, als je nu omhoog graaft, kom je gegarandeerd ergens vlak bij mijn huis uit. Alleen, ik heb geen zin om omhoog te graven. Dus laten we even nog terug gaan kijken naar, ja, naar de terugweg. Dus wel zo handig dat we de terugweg even vinden. Terugweg! Oh god, jongens, dit wordt nog iets. Oh, lava! Wow, eerste lava in de serie, met zijn eerste lava in de serie. Oké, op welke ei zitten we eigenlijk? We zitten nu op ei 30. Oké, dus als we 15 blokjes omlaag gaan en dan gaan minen, kunnen we diamond tegenkomen. Hier zit ook nog wat iron die ik over heb geslagen. Ik neem gewoon alle iron mee. Ik bedoel, des te meer iron, des te beter. Van iron kan je ook rails maken en ik ben van plan om later achtbanen te gaan maken in deze serie en dat soort dingen. Oh, daar zit ook nog iron, zie ik. Ben ik hier überhaupt? Ja, ik ben hier toch geweest. Waarom zie ik dat dan niet? Lol, Ties, je bent zo blind als een motherfucker, man. Nou, hier hebben we hier in ieder geval dit. Hartstikke mooi. Hartstikke mooi. En, oh my god, mensen. Ik hou zoveel van deze Minecraft Survival serie. Ik heb nog nooit zoveel plezier gehad in het opnemen van deze serie. Vroeger was ik niet zo van de Minecraft Survival, maar vonden jullie het meer leuk? Ja, vroeger vonden jullie het ook niet echt leuk. Alleen nu vinden jullie het ook echt leuk. En dat vind ik heel tof om te zien dat jullie het ook zo leuk vinden. En, heb ik nou meer kool als iron? Kijk, we hebben bijna net zoveel iron als kool. Dat is best wel sick. Hier zit ook heel veel kool, dus dat nemen we ook gewoon lekker mee. En mijn excuses als jullie weinig zien. Ik zal het proberen te editen dat je gewoon wat meer ziet. Als ik het niet vergeet. Gewoon een beetje brightness maken of nachtmodus, om het zo maar te zeggen. Laten we dit water even weghalen. Zo. Een beetje nachtmodus lijkt me ook wel chill. Dan kunnen jullie gewoon alles lekker meekijken. Want YouTube maakt video's altijd al gauw een stuk donkerder. Laten we dit even met de Iron Big Axe doen. En dan gaan we zometeen wel even gauw goed terugkijken naar waar onze mine was. Want ik zie op dit moment geen mine en ik heb hem nog niet gezien. Alleen hij zit in de... Hij zat bij gravel, weet ik. Hij zat bij gravel. Dus als wij nou gewoon gravel vinden, dan zitten we goed. Ja, toevallig dat hier... Oh nee, dit is geen gravel, maar het lijkt wel heel erg op gravel. Nou, in ieder geval, we hebben nou weer minimaal 1 stack aan iron. Dat is echt heel veel. Dus we kunnen nou gewoon lekker vol iron maken, mensen. Dat voelt heel goed. Oh, oké, even kijken. Het kan ook best zijn geweest dat ik dit voor gravel heb gezien, maar ik weet niet. Even kijken. Oké, dit wordt nog moeilijk, mensen. Dit wordt nog moeilijk. Even kijken. Nee, hier zal het niet zijn geweest. Dit had ik toen afgesneden, hè. Ja, hier ben ik nog niet geweest. Nee, kijk maar, hier zit ook nog iron. Oh my god, mensen, we zijn... Oh, volgens mij is dit gewoon een heel groot cave system. Het schijnt dat cave system is in Minecraft gewoon... gewoon heel groot kunnen zijn. En ja, daar wil ik best in geloven.
Even kijken. Ik wil even zeker weten dat ik er niks over sla. Ja, deze kool kan even tyfus krijgen. Ik ga liever even op de iron af. Dat we in ieder geval ook iron hebben mocht er een gast meedoen. Dan hebben we in ieder geval genoeg. Ja, dan hebben we in ieder geval gear voor hem of haar. En dat is dan handig. Zo, oké, dan gaan we nu terugzoeken naar onze cave. Ons eten raakt ook op, dus we zijn dadelijk helemaal fucked. En we zitten dadelijk in een situatie waar niemand in wil komen. Even kijken, ik zag er een arrow liggen, maar dat is gewoon van een skelet geweest. Ja, logisch is, want je hebt zelf geen boog. Hallo, vleermuisjes. Oh, dit is wel vet. Ik heb nu nooit echt vleermuizen. Oké, dat was niet de bedoeling. Sorry, vleermuisjes. Ik heb jullie vriend of papa of moeder vermoord. Oh, sorry. Oké, wacht. Ik denk dat het hier was. Oh, mensen. Ja, het is hier. Laat het hier. Nee, het is niet hier. Oh, shit. Gravel, yes. Gravel, please. Please, laat hier mijn mine zijn. Alsjeblieft. Oh, mensen. Nee, dit is volgens mij niet... Ja, yes. Oh, ik wist het. Gravel, yes. Maar waarom hebben we dan gelijk deze iron overgeslagen? What the fuck? Dus we kwamen neer hier. En dan hebben we gelijk de eerste iron die je ziet hebben we overgeslagen. Oké. Logisch. Nou, dan gaan we dit zo verder doen. En dan doen we net alsof hier nooit een cave was. Maar deze cave komen we verder nog wel eens in terug, denk ik. Ik bedoel, we zijn nog lang niet klaar met deze cave. Laten we daar even eerlijk in zijn. Deze cave komt vanzelf nog wel een keertje terug in de serie. Misschien weten we het dan vanzelf niet. Maar dan denken we, oh ja, dit was die cave toen. Nou, laten we dit zo een beetje afsluiten. Dan ga ik naar boven. En dan ga ik daarna de episode weer afsluiten. En dan hoop ik dat ik jullie weer gewoon een beetje mooi vermaakt heb. Hier met deze aflevering van de Minecraft Survival. En ik vind het zo leuk om op te nemen, mensen. Dus laat gewoon weer lekker onderwerpjes achter in de comments. Zwarte Piet is gewoon een onderwerp dat ik van een kijker heb gekregen. En ik zou er zelf nooit opkomen. En ik vind het echt een geweldig onderwerp om over te praten. Niks racistisch of zo, maar gewoon ik vind het een goed onderwerp om over te praten en te delen met jullie. Dus ben jij tegen Zwarte Piet en heb jij liever... Het regent trouwens weer, hè? Het is altijd aan het regenen hier. Beetje een regenachtige wereld. Ja, ben jij ook een beetje tegen de Zwarte Piet? Of ja, vind jij het gewoon een beetje oké en boeit het jou niet echt? Kijk, ik kan me best voorstellen dat jij het wel vindt dat Zwarte Piet gewoon een beetje racistisch is. Kan ik me best iets bij voorstellen als ik eerlijk ben. Nou, we gaan hier even dit in doen. Hatsa flats. En dan hebben we nog genoeg kool over. Die duwen we dan lekker hierin. Laten we deze chest gelijk groter maken, ja? Laten we deze chest gelijk even groter maken. Hartstikke mooi. En dan hebben we gewoon weer lekker een hele aflevering gevuld samen met jullie. En dat vind ik hartstikke tof. Oké, even kijken. Hatsa flats. Oh, kut. Oh, mensen, waar lijkt het op? Ja, oké, dit lijkt op mijn penis. Ik weet het. Oh my god. Ties, je moet je kijkers niet zo laten doordenken, Ties. Dat is gewoon niet cool. Ja, misschien krijgen er wel ouders mee. Hallo, ouders. Zo praat ik altijd. Als je kind hier niet tegen mag kijken. Ja, sorry daarvoor. Oké, we eten eventjes een lekker kipje. Kip, het meest zijdige stukje vlees. Kip. Dat. Even kijken. Oké, daar hebben we een mooie chest waar we al deze loot in kunnen doen. Die we vandaag lekker hebben opgehaald. En dan gaan we in de volgende aflevering denk ik weer eventjes een beetje op zoek naar food. En gaan we ons Iron Armor reality maken. En dan bedank jullie allemaal sterk voor het kijken naar deze aflevering van de Minecraft Survival. Doe nog eventjes dat duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan had. En dan bedank jullie allemaal voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer in een nieuwe aflevering van de Minecraft Survival. Ciao.